Mijn naam is Sahar Meraji. In mijn documentaire Verloren Kinderen ben ik maandenlang in de stormachtige levens van drie probleemgezinnen gestapt. Als het weer mijn rondleiding geeft in het huis. Ik ben boven wel druk bezig met opruimen, dus het is een beetje balstok springen nu. Ik heb de wanhoop en de pijn gevoeld. Alles en wat ik nu gedaan heb, ik heb gewoon een puinhoop van gemaakt. En van dichtbij gezien hoe het ondanks een leger aan hulpverleners steeds weer blijft misgaan. Zij komt en er moeten weer 80.000 instanties komen. Vol met vragen ga ik nu op zoek naar de andere kant van het verhaal. Dan kom je binnen en dan denk je, waar moet ik beginnen? Want er speelt zo verschrikkelijk veel. Aan de hand van ingrijpende scènes ga ik in gesprek met vier hulpverleners die op dagelijkse basis met probleemgezinnen werken. Er gebeurt hier zoveel, hè? Ja. Waarom is het zo moeilijk om deze gezinnen te helpen? Voordat een hulpverlener aan de gang is, is al 1/3 van het budget weg. Hebben zij een oplossing? Of is de toekomst van deze gezinnen per definitie verloren? Houd dit vol! Probleemgezinnen worden vaak overspoeld met hulpverleners. Maar toch komen veel van hen niet uit de ellende. In deze laatste aflevering kijk ik daarom kritisch naar ons zorgsysteem. Waar gaat het toch steeds mis? En wat moet er gebeuren, wil er verandering komen? Hoe komt het toch dat wij miljarden euro's per jaar uitgeven aan het helpen van probleemgezinnen? En dat ook nog vaak zo is dat ze nog jaar in jaar uit erin blijven zitten. Ja, oké, maar nou ga je me boos maken. dat is omdat de zorg waanzinnig graag georganiseerd is. Dus voordat een hulpverlener aan de gang is, is al 1/3 van het budget weg. En dat heeft alles te maken met een soort controledrift. Alles moet gecontroleerd worden. Nou, je gaat controleren als je wantrouwen hebt. Dus eigenlijk wordt er gezegd tegen hulpverleners die hulp gaan verlenen, wij vertrouwen jou niet met hulp verlenen. Dus we gaan jou controleren en je moet verantwoorden wat je doet. Dat hoe werkt het dan precies? Nou, je moet evidence-based werken. Dus je moet alleen een aanpak hebben die wetenschappelijk gezien onderbouwd is. Als ik ga paaltjes voetballen met iemand, heb ik daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Maar ik zie iemand wel lachend de deur uitlopen. En ik zie het probleem in het gezin verminderen. Dus dat vind ik goede interventie. Maar als het dan niet evidence-based is, zou ik het niet mogen doen. Nou ja, dus dan moet ik gaan zorgen dat ik mijn paaltjesvoetballen ga beschrijven. Dan moet ik een onderzoeksbureau laten komen. Daar heb ik ook een consultant voor nodig. Want ja, dat kan ik niet alleen. Die consultant die kost minstens 150 euro per uur. En die rijdt een hele dikke Tesla. En ik niet. Want ja, ik krijg daar niet dat salaris voor. Die wel. Nou, dat maakt de zorg natuurlijk duur. We gooien volgens Jan Meijnert op deze manier veel geld over de balk. Geld dat ook naar betere hulp voor de gezinnen had kunnen gaan. Ik heb bij alle drie de gezinnen gehoord hoe ontevreden ze zijn over de zorg. Schieten we tekort? Ik denk dat het huidige systeem erg in hokjes zit. We hebben de regievoerders die de maatregelen uitvoeren. We hebben de behandelaren die de behandelingen doen. Maar zeker in gezinnen met problemen op meerdere gebieden. Ik bijvoorbeeld heb geen expertise in wonen, financiën. Ik heb ook geen collega's die dat kunnen. Dus dan moeten we weer voor naar een ander loket. Dus er zijn in het huidige systeem best wel veel verschillende loketten. Dus ja, het systeem is complex. Weet je, heel eerlijk, ik weet ook niet aan alle kanten hoe het in elkaar zit. Het is wat jij zegt, loket na loket, maar ook regel na regel, voorwaarde na voorwaarde. Is het niet mijlenver verwijderd van gewoon helpen? Ja, ja, zeker. Kijk, de zorg is voor een deel ook in de markt gezet. Ja. Kwalijk. Ik denk dat het niet helpt. De marktwerking zorgt ervoor dat samenwerking tussen verschillende organisaties vaak lastig is. Het gevolg is dat gezinnen soms te maken krijgen met meerdere hulpverleners die langs elkaar heen werken. Marcel heeft in de praktijk vaak gezien wat dat met ouders doet. Dat zo'n gezin voortdurend belast wordt met ik weet niet hoeveel hulpverleners, voortdurend wordt gebeld, e-mails worden gestuurd, de telefoon die gaat. Die mensen zijn gewoon totaal het overzicht. Doordat er zoveel verschillende hulpverleners betrokken zijn, dat ze het gewoon het overzicht volledig kwijt zijn. En dan hoop je dat er een hulpverlener is die regie functie goed oppakt. En die zegt, joh, we gaan dat samen, gaan we dat coördineren. We gaan samen mailtjes sturen, we gaan het overzicht behouden, we gaan een plan misschien maken. We gaan zorgen dat jij dat overzicht weer hebt.
Ja, het moet goed gecoördineerd worden. Maar ik denk in eerste instantie, waarom zijn er zoveel partijen betrokken? Ja, dat klopt. En dat zou misschien voor een deel best minder kunnen. En dat denk ik ook in heel veel situaties, denk ik dat het minder kan. Maar het is ook gewoon een gegeven dat als er veel problemen spelen, dat je toch veel verschillende partijen nodig zal blijven houden. Dus als het gaat om schuldenproblematiek, zal er toch iemand moeten zijn van de schulddienstverlening. Als het gaat om behandeling voor de psychische problematiek, dan zal er toch een behandelaar moeten zijn. Je kunt dat nooit in één persoon stoppen. Dat is niet realistisch. Eén hulpverlener voor alles is volgens Marcel dus niet haalbaar. Maar dat neemt niet weg dat gezinnen nu vaak met te veel verschillende zorgmedewerkers te maken hebben. Marcel wil daarom graag een fragment bekijken van Astrid. Astrid heeft al veel verschillende hulpverleners gehad. En nu wordt ze weer aan een nieuwe hulpverlener overgedragen. Wat denk je nu? Ik weet het gewoon niet. Ik werd altijd meegenomen in cc'tjes. Wat er gebeurde, nou was het ineens van, kwonk hier al alsjeblieft, ja we gaan weg. Dan denk ik, jullie wisten het waarschijnlijk vorige week al. Dan kan ik toch voorbereiden op iets. Jongens, dat je zachtjes. Weet je, het zijn steeds nieuwe mensen. Ik heb gewoon dat niet nodig, steeds voor hun ook niet. En misschien ben ik wel gewoon klaar met alles maar vertellen tegen ze en doen. Ja, je hoort het te letterlijk zeggen, hè? Van misschien moet ik ze maar niet meer alles zeggen en doen. Want ja, de zoveelste teleurstelling. En die heeft ze waarschijnlijk al heel veel gehad en het is best wel heel knap dat ze in ieder geval nu nog bereid is geweest, in ieder geval om zich open te stellen voor deze hulpverlener. Dat is kennelijk wel gebeurd. En dan gaat hij toch weer weg. Ja, is buitengewoon droevig. Door de hoge werkdruk is het verloop in de jeugdzorg gigantisch. Steeds meer mensen gooien de handdoek in de ring. Binnen heel veel instanties en heel veel instellingen is het helemaal niet leuk meer om te werken. Want je zit heel de dag zit je papieren in te vullen met heel veel evaluatieformulieren. En je hebt een manager en die vraagt of dat jouw doelen wel binnen de gestelde tijd gehaald zijn. Ik heb me altijd afgevraagd hoe je dat nou precies doet. Want dan heb je Pietje en die zit in een klas en die mag dan de juffrouw niet op zijn bek slaan. En dat heeft hij dan niet gedaan, maar hij heeft wel een Itwina erover gegooid. Ja, is het doel dan behaald of niet? Ja, ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. Ja. Laat hulpverleners alsjeblieft gewoon hulp verlenen. Te veel regels. En te weinig maatwerk per gezin. Ons zorgsysteem lijkt uit balans. Zo komt er bij Astrid maar één keer per week een uur iemand langs. En als er een problemenlijst opgesteld moet worden, dan staat ze daar alleen voor. Is het stressvol dat je deze brief nu moet schrijven? Nee, ik snap dat het zo is. Ik weet niet wat er met mij in 4 jaar tijd gebeurd is. Dat is wat ik bedoel. Ben ik naar beneden getrokken. Continu automatische piloot. Omdat je met een debiel samen bent. Even grof zo gezet. En ondertussen heb je mij kapot zitten maken hier. Met al mijn domme gedoe, energie leegzuigen. En hij heeft niks door. En dan moet ik opnieuw hulp gaan zoeken. Omdat ik toevallig niet meer weet hoe of wat. Nee hoor. Wat zie jij hier? Ik snap niet dat ze losgelaten worden. Of dat van hen wordt verwacht dat een vrouw die het overzicht helemaal niet meer heeft, die echt overleeft, die soms niet meer weet hoe ze de dag moet doorkomen het volgende uur, dan verwachten we van dat ze een lijstje maken. Weet je wat ik me afvraag? Er is geen hulpverlener geweest met wie ik heb gesproken die zei, nou, dit systeem werkt. Waarom werkt het niet zo dat jullie simpelweg zeggen, jongens, in dit systeem kunnen wij simpelweg niet ons werk doen. Omdat dat dus te weinig uitgesproken wordt. En ik denk echt dat wij als professionals ons veel meer moeten emanciperen. We moeten veel meer opstaan voor wat we echt vinden dat nodig is. Ik denk dat we veel te conformistisch zijn ten opzichte van soort van de regels, het systeem. We moeten gewoon echt veel meer lef tonen en dat uit gaan spreken. Hoe erg moet de situatie worden voordat er systeemverandering komt, denk jij? Ik denk niet dat die van bovenaf gaat komen. Ik denk dat hulpverleners zelf, die nog niet doodgeslagen zijn door het management, dat die zelf moeten opstaan en zeggen van, joh, ik ga dit gewoon anders doen. En dan ben je mijn manager maar en dan zeg je maar dat het niet volgens protocol of volgens beleid is. Maar ik heb 10 collega's en die zeggen ook dat allemaal. En als geen maar lekker thuis zit, dan heb ik minder last van je. Dat lijkt me nou echt een fantastisch idee. Als we als hulpverlener dat allemaal gaan doen. Ik hoor een collega van jou al vanaf de bank
naar zijn laptop nu schreeuwen. Lekker makkelijk gezegd. Als ik het anders wil aanpakken dan dat de instelling waar ik werk het wil doen, dan ben ik misschien mijn baan kwijt. Ja. Ja, en dan hebben wij echt een ander soort beroep dan alleen een beroep wat uitvoert wat de organisatie zegt. We hebben een heel moreel kader, we hebben een beroepscode, we hebben op te staan voor de zwakkeren in de samenleving, voor mensen die hulp nodig hebben. Dat hoort bij ons beroep.